Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Alvast een waarschuwing, dit gaat een rommelige aflevering worden. Ik heb namelijk een bezetmelder gebouwd. Deze werkt alleen met Märklin wisselstroom of digitaal DCC rijden. En ja, het zijn nu overal nog draadjes en lampjes en om te demonstreren moet ik wat draadjes verplaatsen. Maar ik ga het proberen. Eens kijken, ik heb hier mijn decoder. Die gaat via deze kabel naar deze drie spoelen toe, waarvan deze op dit moment alleen gebruikt is. De rode draad gaat door de spoelen heen, gaat daarna naar dit spoor. En de zwarte zijn in feite aan elkaar verbonden. Die doen hier helemaal niks, maar die moest ik ergens even een brug maken. Het signaal gaat dus door de spoel naar de locomotief. En deze locomotief hier, die staat hier te branden met zijn lichtje aan. En dit is de Boston and Maine. Waarom die? Dat was degene die ik de eerste tegenkwam toen ik een lade opentrok. Hier zitten verder een diode die ervoor zorgt dat maar één kant de stroom op gaat. Een weerstand die zorgt ervoor dat niet te veel ruis er doorheen komt. Daarna twee draden naar een diode, een led, een weerstand. Hierop staat 5 volt en 0 volt. En deze draden die hier gaan zijn de signaaldraden, die gaan naar mijn Arduino. Wat ontbreekt is 3 van deze condensatoren. Ik heb er maar 1 van, ik heb er 3 nodig voor deze demo. Het plaatsen hiervan zorgt ervoor dat het signaal wat op de Arduino komt niet fluctueert. Het fluctueert nu heel erg tussen wel niet, wel niet, wel niet. Er staat iets op het spoor, er staat niets op het spoor. Als ik deze... Even kijken, hier tussen plaats. Dan wordt de LED ook helderder en dan is mijn Arduino stabiel qua wat hij nu teruggeeft. Mijn Arduino staat hier, die leest deze 3 signalen uit. Dat staat hier naast mij een heleboel dingen te printen. Laat ik hopelijk dadelijk even zien. Ga ik nog even los opnemen. Ik haal deze er even uit. Betekent dat dat daar met de zijkant wat rommeliger is. Maar voor het visuele hier, het maakt een beetje uit, want deze led, ik hoop dat je kunt zien, ja, je kunt zien dat die brandt. Deze led hier brandt nu minder fel. Nou, wat er gebeurt, er komt een PWM signaal, dat gaat door de spoel heen. En als je een signaal van wisselende richting, zoals wisselstroom, of een PWM signaal door een spoel heen haalt, zoals deze, dan komt er een kleine spanning op deze pinnen te staan. Die spanning gaat door een weerstand heen. Die haalt in ieder geval de ruis eruit van dat er een stofzuiger ergens aangaat. Of gewoon... ja, je hebt altijd ruis. Die filtert die eruit. En de diode zorgt ervoor dat... Kijk, dit signaal wisselt hier continu wat hier uitkomt. Dat alleen maar het signaal... wat binnenkomt, zeg maar de heengaande stroom van het PWM-signaal, die komt hier doorheen. De teruggaande stroom, die wordt hier ook opgewekt, die wordt geblokkeerd. En dat betekent dat je dus op deze twee kabels, als er stroom gaat lopen, nog een belangrijke toevoeging, continu een kleine puls komt met een heel lage spanning. En heel laag is ook echt heel laag. We hebben het hier over millivolts. Als ik het goed gemeten heb, een paar 100 millivolt. Dus 0,1, 0,2 volt hebben we het hier over. Nou, die gaat naar een transistor hier. En ik zet dadelijk het schema ook even in beeld. Voor wat meer duidelijkheid. Nou, de transistor... Hij is een NPN. Als daar geen stroom op staat, Laat hij de stroom, even kijken, gaat de stroom lopen. Als er geen stroom op staat, gaat de stroom lopen naar deze pin, naar de, nee, naar deze gele hier. Ja. Dat betekent dat op de Arduino het signaal hoger wordt. Er komt 3,3 volt hierop te staan. Op het moment dat er op de, vanuit de spoel wat spanning komt, schakelt de transistor om en gaat de stroom lopen niet naar de 3,3 pin van de Arduino, maar door de LED, door de weerstand, zo terug naar de 0 volt, de ground van de Arduino. En dat betekent dat de LED gaat branden en dat doet hij dus alleen als er iets op staat. Dat betekent ook dat het signaal op de Arduino 1 is als er niks is en 0 als er wel wat staat. Nou, als ik deze eraf haal, gaat de lamp uit. Betekent nu dat de stroom kort sluit, zullen we maar eens even zeggen. Dat de stroom die hier loopt niet via de LED gaat, maar rechtstreeks terug naar de ground. Ik heb nog niet gekeken wat het doet met de warmteontwikkeling. En daar zien hier 3 stuks staan. Maar ik voel er niks van. Dat is in ieder geval hoe ik begreep dat het werkte. Ik heb heel lang geleden iets gedaan met transistoren en schakelingen. En het is erg roestig, moet ik zeggen. Dus als iemand een betere uitleg heeft, graag. Nou, wat ik nu kan doen, ik wilde eigenlijk meerdere sporen, zoals ik het dadelijk ook in het echt ga doen. Maar ik heb hier maar 1 spoor. Ik kan even niet meerdere sporen doen. Dat ga ik nog wel testen. Als ik deze... dan moet ik even gaan kijken. Hoe moet die ook alweer? Deze moet hier. Deze moet... daar, kijk. Dit is de tweede spoel. Oh, kom. Ja. De verlichting hier ging niet branden, dus die brandde ook niet. Hij is zo gevoelig dat hij het ook doet als de verlichting uitstaat. Heb ik getest met een andere locomotief. En dat heeft ook te maken met hoeveel windingen ik hier omheen heb. Doe je de kabel er 1 keer omheen, is dit signaal te strak. Maar hij zit er hier nu 3 keer doorheen. Met een andere test heb ik het 4 keer er doorheen gehaald. En dat levert een signaal op wat sterk genoeg is om dit helemaal in werking te zetten. Nou, de bedoeling is dat ik hier 8 van deze ga gebruiken. Nog wel een kleine noot. Hier, deze die ik gekocht heb, zit hier een kleine weerstand tussen. Die zit tussen deze 2 pinnen. Die heb ik eruit gehaald bij deze 3, zodat het signaal... die is eigenlijk ter ruisonderdrukking, maar ik heb die dus op een andere manier erop zitten. Dus het signaal wordt dan te zwak, dus die haal ik eruit en dan is het sterk genoeg voor deze detectie. Nou, hier wil ik er 8 van maken. Die 8 wil ik in een multiplexer doen. Zoiets als dit. Ik geloof niet dat dit erin is. Ik weet niet meer wat deze is. Moet ik even opzoeken. Daarom ligt die hier ook. Die multiplexer die gaat de 8 signalen omzetten naar 3 pinnen. Want 3 bits geeft 8 mogelijkheden. Dat wil ik dan mijn Arduino in doen. Die Arduino, zoiets als hier, wil ik dan... die wil ik op de digitale pins aansluiten. En aangezien mijn decoder nu ook al naar Arduino is, kan ik dan daaruit gaan lezen. Welk van de sporen bezet is met maar 3 pinnen in gebruik. En de digitale pinnen zijn er... ik heb hier 13, nou, daar kan ik er 2 niet van gebruiken. Het zijn 11 pinnen. Dus ik kan hier zeker 9... van deze chips op aansluiten. En dat is dus bij elkaar 3 keer 8 aan sporen wat ik kan meten. Nou, daar kom je ergens mee. Wat mij nu nog te doen staat is testen met meerdere sporen. Tegelijk. Om te zien of dat er geen storing is tussen deze verschillende sporen, dat ik inderdaad 2 of 3 sporen bezet kan melden en niet dat het dan blijkt dat het signaal ergens anders langs gaat lopen dan verwacht. En mijn verlichting knippert wat, zie ik, dat is niet helemaal goed. Als dat werkt, dan ga ik het allemaal op een PCB zetten. zodat ik een mooie nette PCB heb, een printplaat heb met de componenten erop, zodat ik dat weer op mijn bord achter me kan schroeven, wat daar klaar ligt voor alle detectie. Maar eerst een extra spoor. Zo, spoel 2 zit met deze twee vast op dit spoor, of dat is spoel 3. Spoel 2 zit hier aan vast, spoel 1 zit nog los. Daar zou ik deze nog voor kunnen gebruiken, maar dat nog even niet. En er staan twee locomotieven op. De Boston and Maine op het ene spoor met zijn verlichting. En een NS 1000, oh jee, de 1000 natuurlijk. De NS 1000 zonder verlichting. Ik ga de kappen niet afhalen, die is ontzettend lastig terug te zetten. Staat hier alleen maar idle, niks te doen met de decoder. En ook die wordt gedetecteerd door deze opzet. Ik ben wel zeker genoeg van mijn zaak dat ik aan de gang kan met PCB's en kan proberen hier iets van te brouwen, zodat ik dit kan gaan gebruiken straks. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En misschien ga ik hier dadelijk even een rondje mee rijden. Ik bedoel, ik heb die baan nu toch liggen.